Dit is het geluid van een phoenix rising from its ashes om zich opnieuw op te richten en de wereld te veroveren. Ik moest even mijn ogen ervoor dicht doen, maar toen ik mijn ogen dicht draaide, dan hoorde ik één op één het geluid. Eng, hè? Nee. We hebben het natuurlijk over Halo Infinite. Ja. Die werd gisteravond bij de Xbox Bethesda persconferentie uit de doek gedaan. Althans, opnieuw uit de doeken gedaan, want dat hebben ze vorig jaar natuurlijk ook gedaan. Alweer uit de doeken gegaan. Liep niet helemaal zoals ze hadden gehoopt. Het werd vooral heel erg een meme. En gisteren was daar dan eindelijk, kunnen we dit zeggen, de officiële reveal nu? Zoals van poging 2. Ja, we doen even 2. Alsof die eerste nooit bestaan heeft. Overigens niet waar, want dan werden wel gewoon dingen voor het eerst getoond wat nog steeds volledig geldt voor de game. En je daar zagen voor het eerst de grappling hook en wat ze nieuw aan Halo. Ja, ik zit met Helios in mijn hoofd van de computer. Aan Halo hadden toegevoegd. Nou, nu zagen we eigenlijk bijna alles nog wel een keertje. Ja. Maar vond je het? Want we hebben vooral veel multiplayer. Dat is een beetje het ding. We hebben multiplayer gezien. Wat beelden. En we hebben, en dat wil ik het misschien dan eerst over hebben, een stukje story gezien. Ja. Wat mijns inziens een beetje het gevaar is, en het is hier en daar ook al vaak gezegd, wat ook een beetje met films en zo gebeurt tegenwoordig, dat er plot dingen worden gedropt die je in de game wilt tegenkomen en niet in de trailer. Nou, en sterker, niet alleen wilt tegenkomen in de game. Het was zo fucking groot, ook nog eens, weet je wel. Iets wat over de tijdspanne heeft van 6 Halo games, zeg maar de rode draad is. En je hier even een complete 180 doet in wat er is gebeurd. En dat verklapt. Why? Dat is zo weird. Het is zo eventjes gewoon heel low-key drop je een atoombom van heb je me daar. Ja, verhaal kijk, technisch. Heel eerlijk, ik zat te kijken en ik zat, what? Vet! Ja. En daarna was het eigenlijk gelijk teleurstelling van, Maar dit wil je in de game beleven, niet hier. Ja. Nou, en ik heb dan wat minder. Ik ben wat minder begaan met het verhaal van Halo. Ik heb ook echt alleen Halo 3 gespeeld destijds. Dus mij. Ja, ik had er wat minder mee. Maar ik zag de moed gewoon jou in de schoenen zakken van, kut, dit is een belangrijk ding. Ja, nou, eerst in euforie en daarna een beetje van, ja, jammer dat je dit moet laten zien. Ja. Want dat doet me toch ook weer een beetje zorgen maken over de rest van de game. Van kennelijk had je niks anders wat je had kunnen laten zien wat net zo interessant was geweest en niet de rest van de game spoilt. Nou, maar als je dan kijkt naar wat je ziet, dat is ook niet dat je denkt van, oké, dit is een interessante trailer om te droppen. Ja, wel door wat er gebeurt. Ja, maar, voor het hele universum is dit echt huge wat er gebeurde. Ja, maar dat doe je niet. Nee, precies. Helemaal mee eens. Er was toch wel iets kleins wat je had kunnen doen? Dude, een ontmoeting met een van de personages. We hebben de baas gezien. De main antagonist in de eerste reveal. Daar hadden we heel weinig van gezien. Ja. Had die lekker uit de doeken gedaan. Had verteld waarom hij daar op deze Halo ring is. Hij speelt ook een klein stukje in het verhaal van Halo Wars 2. Leg dat uit. Die hele fucking Covenant. Althans, het zijn niet echt meer de Covenant. Het zijn de Broods. Daar zit heel veel achter. Ja. Had dan dat gepakt. Maar oké, het is wat het is. Misschien worden we hier op een verkeerde been gezet. Dat kan natuurlijk ook. Want ik kan me nu wel voorstellen wat de missie gaat zijn van de Master Chief. Maar dat zullen we dan wel zien. Ja. En, misschien is dat ook expres gedaan. Dus misschien lopen we veel te ver op de zaken vooruit. Stel je voor, dit was maar een klein plot dingetje. En er zijn nog veel grotere dingen die je staat. Dat kan niet. Nee. Ja, maar dit kan letterlijk niet. Nee, want er is niks waar al 6 delen naartoe wordt gewerkt. Nee. Nee, oké, dat is fijn. Dus of het klopt niet, of het is niet waar ik dan maar heel even vanuit ga. Maar dit wordt dus wel. Dan is het wel interessant als je op het verkeerde been wordt gezet. Ja, maar nog steeds had ik dat dit dan in de game. Ja, nee, zeker. Maar oké, het is wat het is. Multiplayer werd uit de doek gedaan. Ja. Multiplayer wordt free to play. Dat is natuurlijk goed nieuws voor iedereen die deze game wil gaan checken. Want dat betekent gewoon volle servers, meer spelers, betere verdeling van skillniveau ook. Waardoor je langer wil gaan blijven spelen, denk ik. Halo 5 multiplayer was al ontzettend goed. Was heel erg tof. Wordt ook veel e-sports meegedaan. Maar het is en blijft wel een beetje een arena shooter. En dat is een beetje uit. Ja, het is gewoon,
Het heeft een beetje twee kanten. Kijk, enerzijds wil je dat Halo iets vernieuwends doet. Ook al zijn ze heel goed in de multiplayer. Dus eigenlijk, de wil je dat zou, eigenlijk wil je dus dat ze niet afwijken van wat ze goed kunnen. Ja. Maar waar eindig je dan mee? Met iets... Ja, ik heb het idee van ja, dit... Gewoon ja, Call of Duty wat er anders uitziet. Of elke andere game, maar dan in het universum van Halo. Kan dit niet goed doen? Want het is precies al wat je zegt. Ze moeten veranderen om met de tijd mee te gaan. Alles wat je verandert... Is een verandering te veel. Ja, ja, haat de Halo-fans. Maar de Halo-fans die zijn inmiddels zo klein geworden. Volgens mij hier op de redactie is er geen één meer. Nou, dat kon je 20 jaar geleden kon je dat niet voorstellen. Mm-hmm. Die community is nu zo klein geworden. Misschien moet je niet meer gaan luisteren naar die community. Of je doet het wel, maar dan blijft het altijd wat het nu is. En dan gaat het niet meer groter worden. Ja, ja, dit begint bijna te veranderen in een soort van brainstorm sessie van wat moeten ze dan wel doen. Ik zou het oprecht niet weten. Maar ja, kijk, ik zie hier gewoon weer Halo multiplayer. Ik zie niet bijvoorbeeld iets waarvan ik denk van oké, dit is nu, dit moet ik spelen. Gewoon letterlijk niks. Ja, jij wel? Ik ben sowieso een Halo singleplayer. Ja. Ik heb Halo multiplayer gespeeld bij Halo 2 vooral. Halo 2, Halo 3, dat waren de hoogtijdagen voor mij van multiplayer. Was ook echt een van de meest populaire Xbox Live games op dat moment. Maar het trekt me niet meer, man. Want het ding is, precies al wat je zelf al zegt, is er zijn inmiddels zoveel andere shooters uitgekomen die above and beyond gaan wat Halo ooit is geweest. Terwijl Halo ooit de koning was. En ik denk op het gebied van arena shooters, zoals dit, gewoon op gelijke hoogte staan met de Quake en een Unreal Tournament. Maar ook die worden niet meer gespeeld. Nee. Laat dat ook even heel duidelijk zijn. Het is een verloren tijd. Ja, en ze hebben natuurlijk geprobeerd in Halo 5 door een soort van, hoe moet ik dat uitleggen? Een hele grote large-scale battle op een map te doen. Ah, het was cool, maar het was weer niet Halo. Maar voor het was dan de weet je wel. Nee, ik zou het niet weten. Wat ik zeg, ik vond het wel cool uitzien, maar ik heb het idee dat ik dit al 80 keer heb gezien. En dat maakt het voor mij niet per se interessant om te spelen. Kan je natuurlijk van elke multiplayer game zeggen. Hè? Call of Duty is ook altijd hetzelfde. Battlefield in mindere mate, of dat nou een goed of slecht ding is. Maar ik weet niet. Het is sowieso niet... Kijk, ze stonden er slecht voor. Voor deze presentatie stonden ze er echt heel slecht voor. Ja. Die game had moeten uitkomen op de normale Xbox One. Is toen verschoven naar de release van de Xbox Series X. Heeft dat niet gehaald door die presentatie. We staan nu hier. Ik zie ook twee mensen daar on stage staan. Ik wist even niet wie die vrouw was. Dat is de CEO van 343, geloof ik. Ja. Samen met Joseph Staten, die op het laatste, op het nippertje is binnengehaald om toch nog even flink te sleutelen aan Halo. Ze stonden er ook niet zelfverzekerd bij. En dan probeer ik misschien iets te veel lichaamstaal te lezen, maar... Maar denk je ook niet ergens dat bij 343, zeg ook gewoon Xbox, het besef nu pas begint te komen dat Halo misschien... Niet die klappen gaat zijn. Niet de klappen gaat zijn. En beter gewoon, in ieder geval na dit, maar eigenlijk van tevoren al gewoon lekker lang in de ijskast had moeten liggen. Ja, en tenzij die campaign zo... Wat nog steeds kan, want daar hebben we niet gameplay van gezien. Nee, maar dat is wel met de reden als die al eind dit jaar moet uitkomen. Dat ook. Alles heeft twee kanten. Dat bedoel ik. Ik vind dat zo'n gek verhaal. En om nog heel even terug te komen op de free-to-play ding. Ja. Tuurlijk, free-to-play is super vet. Mag ik ook heel even advocaat van de duivel spelen? In hoeverre is free-to-play interessant in een ecosysteem waarin Game Pass bestaat. Ja. Laat ik het zo zeggen, hoe groot gaat die impact zijn? Ik denk niet zo heel groot namelijk. Nou ja, wat ze in ieder geval kunnen zeggen is dat straks 18 miljoen man Halo heeft gespeeld. Want hè, iedereen die Game Pass heeft, die slingert hem waarschijnlijk wel een keertje even aan. PC? Ik denk dat daar zeg maar de grootste winst in zit. Ik zie ook daar arena shooters zoals Valorant, Counter-Strike GO... Zeker, zijn maar allemaal rete populair. Maar het gaat heel populair worden bij de harde kern. Het gaat denk ik niet nieuwe mensen aanspreken om Halo te gaan spelen. Ik denk dat de grootste winst, en dat is ook de reden waarom ze dit hebben gedaan, denk ik, dat ze gewoon PC-publiek willen pakken. PC-publiek ging al helemaal lauw toen Halo de afgelopen jaar, denk ik,
naar PC is gegaan. Ja. Ik heb het ook nog even gespeeld. Het waren goede kwalitatieve ports, vette games. En de PC-community heeft ook jarenlang aan een eigen versie gewerkt. Een soort van Russische variant van Halo, die al exclusief voor Rusland was. Eldorado heette het zoiets, of Eldorango, maakt niet uit. Die hebben ze helemaal opnieuw gemaakt en dan over free-to-play gemaakt. Dus er zit wel een community achter op PC. Ja. En ik denk dat ze vooral daar aan het hengelen zijn. Nee, ja, nee, ik hoop voor Halo dat dit een, of ik hoop voor Xbox dat dit een klapper wordt. Die verwachting heb ik absoluut niet. Zag de graphics er beter uit? Weet je, ik heb daar niet eens op gelet. Want nee? Het viel me gewoon niet op. Ik moet zeggen, je had een aantal paar mooie shots over die planeet natuurlijk. Die, ja, die dat zag er wel beter ingekleurd uit. Inderdaad. Er zat een zachtere saus overheen. En ik zag geen pop-up meer. Nee, wat vorige keer precies. Wel echt een ding is. Ja. Natuurlijk, het is een blijvend game in development. Maar je ziet overduidelijk, er zijn dingen op. Het zal ook altijd een game in development blijven. Daar ben ik bang voor. Heb je nog een eindconclusie wat je hier aan toe zou willen voegen? Een verwachting die je misschien kan uitspreken? Nee, nou ja, misschien een hele verre hoop van mij was dat ik nu iets zou zien waardoor ik meteen als niet per se groot Halo fan wel zoiets zou hebben van oké, nee man, fuck al die twijfels, het wordt terecht een topgame. Maar die hoop is niet dat ik nu kan zeggen van... Dat zit helemaal goed. Mijn pijn in mijn hart moet ik zeggen. Dit gaat niet de system seller worden voor Xbox. Weet je, dat is gepasseerd. Dat gaat ook niet meer gebeuren, denk ik, de komende tijd. Ik denk wel dat het een hele vette game gaat worden. Maar in de grand scheme of things... denk ik niet dat Halo meer en voor Xbox een grote rol speelt... maar ook voor gamers niet zo'n hele grote rol meer speelt. Jammer.